Dat is een behoorlijk grootschalige actie. Ja. Het was 2 oktober 2012. En het ging zo. Deze dag is bijzonder. Bijzonder om een heleboel redenen. Maar vooral bijzonder omdat deze dag het sluitstuk is in een langdurig en intensief onderzoek naar een groep die dat verdient. Een groep die verantwoordelijk is voor een heleboel ellende bij ons in het verzorgingsgebied. Dat moet snel en gelijktijdig gebeuren, omdat één, ze zijn vluchtgevaarlijk. En twee, daar is ze niet voor terug om wat we hopen te vinden aan bewijsmateriaal zomaar eens weg konden maken. Politie! 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 Helden zien! Sta maar even tegen u. Zijn er meer mensen hier? Hiernaast. Hiernaast dan. Politie! Wacht. Welke advocaat wil je hebben? Ja, ik wacht eerst wat er ook in verzekering wil staan. Ja? Ed, we zien kettingzagen, we zien allerlei teams, we zien helikopters. Een hele gecoördineerde actie. Ja, doen jullie dat alleen aan? Ja, dat was een vrij unieke operatie qua omvang en qua locatie. Hè. We hebben die nacht ruim 300 collega's ingezet in een vrij klein werkgebied. En hebben daar ook gebruik gemaakt van 9 vachtteams. En wat is een vachtteam? En een vachtteam staat voor vaardighoudingen, aanhoudingen in groepsverband. Dat zijn speciaal opgeleide agenten die opgeleid zijn om gevaarlijke aanhoudingen te doen. Mm-hmm. Om zo het risico op geweld te beperken. We hebben gezien, want er zijn foto's van, wat jullie dan aantreffen in die huizen. Aafke, zullen we daar zo heen lopen? Dit is zo'n foto. Een ontzettende bende. Het zijn kleine huisjes, hoorden we eerder al. Dit ligt er dan allemaal en dan wordt er gezocht. En dan vinden ze meer, hè? Dit soort dingen bijvoorbeeld. Gewoon ergens achter in een kastje. Onder het tapijt. Geld weggeschoven. Honderden euro's. Sieraden. Dure horloges. En dan het gereedschap waarmee het gedaan is. Zwarte schoenen. Bivakmutsen. En zelfs een wapen onder de matras. Ja, Aafke, wat betekent dit? Als je dit allemaal zo ziet liggen. Als je kijkt wat er allemaal in beslag is genomen. Ja, er is inderdaad ontzettend veel in beslag genomen bij die huiszoekingen. En daarbij hebben we ook heel veel spullen aangetroffen die afkomstig waren van woninginbraken. Maar heb je alles aangetroffen? Was de hele buit van waarvan je wist dat het weg was, was die aanwezig? Nee, zeker niet. Want er was heel veel weg. En wij weten ook zelfs dat die nacht, dat ze toen ook nog op inbrekerspad zijn geweest. En dat de buit van die inbraak, daar hebben we wel een deel van teruggevonden, maar nog niet eens alles. Terwijl het gewoon diezelfde nacht was gebeurd. En wat gebeurde daar dan mee? Ja, dat wordt dan gewoon snel omgezet. Snel voor cash verkocht of... Zou kunnen. Iets anders. We weten het niet.